Koken hoeft er niet zo moeilijk te zijn. Dat moet makkelijker kunnen. Welkom in mijn keuken. Ik ben Julius Jaspers en ik ga vandaag friet met jullie maken. Nou, denk je friet heel makkelijk uit de zak, hup in de frituur, maar we gaan het echt helemaal zelf maken. Dus ik heb een goede vastkokende aardappel. Die gaan we natuurlijk schillen met het allerfijnste aardappelschilmesje. Wij noemen dat een wieltje. De goedkoopste, maar ook de allerbeste. Dan ga ik de friet snijden. Dan ga ik de friet spoelen. Goed spoelen, al het zetmeel aan de buitenkant moet eraf. En goed drogen, het liefst tussen twee theedoeken. Vervolgens gaan we de friet voorfrituren. Daarna laten we de friet helemaal afkoelen. Dan gaan we hem weer een keer voorfrituren. Helemaal afkoelen. En dan, als hij ijs en ijskoud is, gaan we hem een derde keer op iets hogere temperatuur afbakken in de frituur. Triple cooked fries. Snijden, spoelen, drogen, frituren, koelen en weer frituren. Superlekker.